Weer een gloednieuw zomerweken-item voor je. En dit keer Pick 3. Dit keer ook Nintendo. Het item waarvan we eigenlijk niet echt weten hoe het in elkaar steekt. Maar we altijd toch wel tot een conclusie gaan komen. Hebben jullie al bij een van de vorige gezeten? Ja, PlayStation. Echt? Oh, daar zat jij bij. Ja. En jij bij Xbox dan? Ik bij Xbox, ja. Was dat wel serieus? Nee, wacht even, wat bedoel je? Was dat wel serieus? Nou, bij PlayStation 3 en we picked 0. Bij PlayStation was het bloedserieus, want er waren gewoon Game of Thrones taferelen waarbij deals werden gesloten, mensen in de rug werden gestoken. Ja, het ging er vies aan toe. Ja, het is hartstikke serieus. Welke heb jij gedaan dan? Xbox? Xbox, ja. Ja, en Boris kwam weer met andere spelregels op de proppen. Je verwacht het niet. Maar, nu zitten we met 3 Nintendo jongens, toch? Ja, nou. Nee, helemaal niet eigenlijk. We zijn toch alle 3 opgegroeid met een Nintendo? Ja, ik niet echt eigenlijk. Nee? Nee, gek genoeg niet. Wauw. Ja. Ik heb nooit een SNES of een NES gehad. Ik heb alleen Mario en de Cement Factory in tabletop en de oude... Die heb ik ook gehad. De oude dinges, hoe heette die dingen ook weer? En play dinges. Game & Watch. Game & Watch, ja. Inderdaad. Ja, zeker weten. Nee, we hebben hier straks op het scherm een boel Nintendo franchises. Hier zien we ze. Ik noem ze gewoon heel even op. Yoshi, Legend of Zelda, Super Mario Brothers, Super Mario, Star Fox, Pokémon, Pikmin, Metroid, Mario Party, Super Mario Kart, Kirby, F-Zero, Fire Emblem, Donkey Kong, Animal Crossing en Advance Wars. Ik denk, eerlijk... dat dit de allermakkelijkste pick 3 gaat worden ooit. Ja. Dus misschien... Zullen we gewoon meteen doen dan? Ja, jij zei ja, half uur. Ik denk niet eens dat we een half uur... ik denk dat we een kwartier wel genoeg hebben. Dan hadden we Boris hier wel nodig, denk ik. Ja, dat is waar. Misschien moeten we gewoon één voor één gaan kiezen welke er als eerste gaan afvallen. Ja, dat lijkt me het beste inderdaad. Ik bedoel... niet op basis van het verleden alleen, hè. Dit speelde ook mee bij het Xbox-item namelijk. Ik weet niet wat jullie hebben verzonnen, maar... Nee. Waar? Ik bedoel, de franchises die ook nog gewoon future-proof zijn. Voor mij is het gewoon, als ik aan Nintendo denk, die 3 franchises. Nou, ik denk waarschijnlijk 3 andere. Oké. Okay. Ja? Daar hadden we het net al even snel over. Ik heb het eigenlijk al verklapt aan Skate, wat mijn 3 zijn, maar... Ik denk dat we er vrij makkelijk uit gaan komen. Ik denk dat jij weer een rare gaat zijn. Ja, maar we gaan het meemaken. Skate, begin jij maar. Trap me af. Welke moet er als eerste af? Welke gewoon je minst Nintendo vindt? Hij zit daar toch een beetje storend onder onze pip. Advance Wars. Ik ben het er met je eens. Ik bedoel, niet dat Advance Wars geen vette game is. Het is een hele goede game. Ja. Een enorm geliefde game. Maar niet een game waar je als eerste aan zou denken als je denkt Nintendo. Het is juist een beetje de anti-Nintendo game. Als laatste misschien wel. Ik doe Boris hier heel veel pijn mee. Want Advance Wars is... Ik ben blij dat hij er niet bij zit. Want hij had gewoon moord en brand geschreeuwd om deze in ieder geval erin te houden. En ik heb hem destijds gespeeld op de... Game Boy Advance, denk ik. Ja, het heet ook Advance Wars natuurlijk, omdat hij volgens mij als eerste uitkwam op op de Game Boy Advance. Ja, toffe strategie game, maar... Ja. Niet meer dan dat. Ja, voor mijn gevoel ook niet. Dus... Heeft nog niet die epische, die echte Nintendo-lading die sommige andere... Het heeft ook niet die feel, toch? Het heeft niet iets, het heeft geen eigen gezicht wat dat betreft. Nou, het heeft wel een eigen gezicht, maar er komt gewoon te weinig voor uit. Ja, maar... En ik heb ook nog niet echt een hele grote console-klapper daarvan gezien. Splatoon heeft ook een eigen gezicht, maar het staat hier ook niet tussen. Omdat het gewoon niet... Had het beter bijgepast, denk ik, hoor. Maar ja, er zijn 2 delen van. Ja, maakt het al in principe een franchise? Ja. Het is een franchise die nog wel toekomst heeft, inderdaad. Dus die had hij ook wel bij kunnen staan. Maar ja, in plaats van Advance Wars dan? Ja. Ja. En dan had ik hem nu ook al. En dan hadden we hem ook als eerste eruit uitgetrapt. Dat is waar. Mag jij met jou? Maar dan doe ik Fire Emblem. Gewoon omdat ik het nooit heb gespeeld. ik zeg je heel eerlijk, ik heb het ook nooit gespeeld. Heb jij wel eens Fire Emblem gespeeld? Dan moet ik het even zien. Dit is ook die strategische game. Ook wel. Ja, het valt een beetje in hetzelfde rijtje van Advance Wars. Dit is een nieuwere. Dit ziet er best vet uit. Ja, sterker nog, die karakters zijn ook echt mega vet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk pas voor het eerst een beetje in aanraking gekomen met Fire Emblem door Super Smash Bros. Super Smash Bros. Die hadden de characters Roy en nog een paar. Ik weet niet meer hoe ze allemaal heten erin. En die waren echt super dik. Ik heb deze gespeeld trouwens en gereviewd volgens mij. Nou, en was het vet? Ik vond het zeer vermakelijk. Ja. Maar zo ziet het er ook uit. Het straalt niet echt Nintendo uit, toch? Ik bedoel, het komt op het Nintendo platform, maar... Dit soort games zien we op praktisch elk platform altijd wel. Ik zou deze look voor de volgende Zelda wel vet vinden eigenlijk.
Nou, ik vond dus ook die characters passen heel goed in een wat realistischer Zelda-setting. Maar misschien schoppen we daarmee mensen die Fire Emblem-fans zijn voor de schenen. Dus laten we dat niet doen. Laten we gewoon gelijk eruit trappen. Ik ben het ermee eens. Jij ook, Kate? Ja, vooruit. Is het nog steeds de regel dat je het terug mag halen ook? Dat was het toch? Je mag of iets wegstemmen of iets terughalen. Of hebben jullie dat ook weer veranderd? Oh, nee, daar kwam Boris toen ook mee inderdaad. Ja, oké, okay, top. Dat klinkt alsof je er dan nooit uit gaat komen. Ja, jawel. Jawel. Dus met PlayStation ook een soort van gelukt. Oké, okay. Ik ga nu eentje eruit trappen. Waar, nee, ik ga je nog geen pijn doen. Ik ga jou nog geen pijn doen. Wie? Dat komt, hem. Oh, hem. Okay. Joey. Ik ga dan, denk ik, toch voor Pikmin. Zou ik niet als eerste meteen kiezen uit dit rijtje? Ja, nou, ik zat een beetje te kijken. Want ja, ik kan natuurlijk de zoveelste Mario Party of Super Mario Kart zou ik ook eruit kunnen trappen. Het is wel echt een Miyamoto game. Ik zou ook wel kunnen durven zeggen, zeker in de tijd dat deze uitkwam, dat die letterlijk niet op een ander platform zou vinden. Ook dit is weer een strategische game. Om een of andere reden trappen we nu alle strategische games eruit, maar... Ja, dit is voor mij niet anders. Nou, ik vind het een hele goede game. Maar ook qua eigen smoel vind ik het weer net niet helemaal Nintendo. Of net niet genoeg. Weet je, als je aan Mario's denkt en zo, dan weet ik dat er heel veel mensen zijn die daar poppetjes of figurines van... Je mag geen poppetjes zeggen, denk ik. Maar figurines... Je mag je alles zeggen. ...thuis hebben staan. En dat, ik zou niet zo snel een Pikmin karakter in de complete geschiedenis van GameKings hebben waarschijnlijk iedereen al geschoffeerd. Dus ja. Echt, je kan niemand meer schofferen hier. Maar vergelijk het met de Efteling of met Disney of zo, weet je wel. Ik bedoel... Kijk, denk je aan Disney of old, dan denk je aan Sneeuwwitje, weet je wel, en die typische tekenfilmstijl. Maar later, in de jaren 80 en 90, heeft Disney weer een wat andere smoel gekregen. Maar wel nog steeds heel eigen. Nog steeds heel eigen, maar wel anders. En kijk, maar nu niet meer. Nu is het Marvel. Marvel is ook Disney. En dan zou je niet per se zeggen, dat is per se Disney. Dat voelt gewoon heel erg, dat hebben ze aangekocht. Precies, maar door de loop der decennia heen zie je toch steeds andere huisstijlen langskomen. In de Efteling ook, weet je wel. Eerst heb je die piep, 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 piep. En je hebt gewoon van heel lang geleden het Spookjesbos. Ja, maar toch, als we dit spelletje zouden spelen met de Efteling, dan vind ik, als je aan de Efteling denkt, dan krijg je die Anton Pieck dingen en de droomvlucht. En de kannibaal. Vooral de kannibaal, Monsieur Kannibaal. Leuk liedje, goed achtergrondverhaal. Nee, maar dan is het dat bestaat niet meer trouwens. Dat mag niet meer. Maar dan kiezen ze voor Simbad. Dan ga je toch jezelf ook in de vingers snijden, denk ik. Dan kunnen ze weer 3 jaar mee vooruit. Ja, vooruit. Afijn, het gaat niet om de Efteling. Maar ik bedoel, ik vind het Nintendo genoeg, hoor, dit. Ja, maar ik zou als het Disney is, streep je eerder... Maar Moana weg dan Mickey Mouse. Maar ik vind gewoon die andere franchise, vind ik nog meer Nintendo. Dus ja. Ja, prima. Ja. Ja, dan heb ik er ook weer eentje voor jullie. Ik ben eerst, nee, denk ik. En ik heet dus eerst. Echt? Ja, een hele rare volgorde. Nee, want ik deed Advance Wars. We gaan gewoon counterclockwise. Niet zo heel gek. Ik begon met Advance Wars. Toen kwam jij vervolgens met Fire Emblem. Je hebt gelijk, het spijt me. Ja. En blijf nou eens een keer van mijn draadje af, want ik hoor niks meer nu. Ja, ik zit hier gewoon. Is dat erg genoeg? Ja, oké. Ik ga voor F-Zero. Dat is die racer, toch? Ja. Ja. Oh my god. Ja, we komen nu wel in het territorium dat we een beetje ruzie gaan maken. Ja, dat is sure. Waarom F-Zero, man? Niet de zoveelste fucking Mario Party. Ik bedoel, dit is... Om dezelfde reden als die jij net aangaf. Er zijn een aantal franchises die gewoon weg nog meer het Nintendo-DNA met zich meedragen. Ja, ik moet wel zeggen, dit is wel echt een franchise waar echt zoveel fans op zitten te wachten. Mm. En ik zal je ook heel eerlijk zeggen, daar zijn gewoon veel te weinig delen van uitgekomen. Maar de delen die zijn uitgekomen, die zijn echt fucking gruwelijk. En de laatste was volgens mij, heel even uit mijn hoofd, F-Zero GX op de GameCube... Amazing fucking game. Echt amazing fucking game. Van nu hebben we niet bij de PlayStation hebben we volgens mij ook vrij snel Wipeout weggestemd. Ja. Is dat niet een beetje hetzelfde? Dit is echt veel vetter dan Wipeout. Ja? Ja, echt veel verder. De gameplay holds up so much fucking better. En dan heb ik zoiets van... Oké, cool. Thank you. Yeah, I'm sorry. I just couldn't come up with the words. Maar weet het, als je dan elk jaar een fucking Mario Kart kan uitbrengen, wat ze overigens niet doen, maar wel al heel veel Mario Karts hebben uitgebracht, dan weet je, kom eens een keer met een F-Zero, man. Dat is toch een goede afwisseling. Ene keer Mario Kart, andere keertje F-Zero. Is Mario Kart alleen gewoon niet meer goed genoeg? Nee, dat heb ik nu wel gezien. Maar daar hebben ze toch ook al 10 keer dezelfde versie van uitgegeven de laatste jaren? Van Mario Kart? Ja. Ja, daarom heb ik zoiets van, laat Mario Kart. Het is goed zoals het is. Maar hij heeft gewoon een much broader appeal.
Ja, ja. Goed. Ja, een spinnetje I get je, you. Aan je kin. Een spinnetje, joh. Ja, dat was nu. Ja, hij is weg. Dan begin je nou zo oud te worden dat, ja, dat ze gewoon. Ja, dat is ook een soort Efteling karakter. Ja, dat is, hij is weg. Ik kom net terug van je moeder. Nou, ja. Touché. Welke moeder? Hm? Een moeder. Ik ben het niet mee eens, maar als jij het ermee eens bent, ja, dan ja, gaat hij mag het ook weg. Godverdomme. Nou, oké, F-Zero weg. Dan gaan we uiteraard... Nou, trouwens, ik doe Animal Crossing weg. Gewoon omdat het iets tegendraadser is van mensen die het leuk vinden. Maar het interesseert mij geen ene moer. Ik weet dat heel veel mensen het leuk vinden. Je moet niet fucken met de Animal Crossing community. I know, maar ik vind het niet echt een game. Ik vind het tijdsverdrijf. Als je denkt dat ministers zich bedreigd voelen door boeren buiten hun woning. Het is een uit jij gaat de Animal Crossing een uit de hand gelopen Tamagotchi is het. Als je echt wil relaxen, ga dan lekker thuis gewoon dit doen. Maar je gaat het niet spelen. Deze following, deze community is dedicated as fuck. En evil ook gewoon. Ik ben net verhuisd. Niemand weet waar ik woon. Oh, okay. Prima. Ik lek het wel. Nee, maar ja, sorry. Dit is gewoon niet. Dit is vast heel leuk voor mensen, maar het is gewoon niet voor mij. Sorry, ik wil gewoon de Animal Crossing community zien branden. Dus ik ga hier volledig mee. Ik ook. Oh, ik dacht dat jij je woorden nog een beetje aan het wegen was. Wel nee, joh. Fuck die shit. Alright, Animal Crossing. Hoe leuk het ook is, hoor. Fuck out of here. Oké. Om heel eerlijk te zijn, dan is deze... Nee, dat vind ik helemaal niet vreemd. Yoshi. Nee. Ja, wel. Voor Mario Party. Ja, jawel. Ja, zeker weten. Yoshi... Nou, voor Mario Party vind ik wel... Ja, hè? Nee, maar dit is geen Yoshi. Dit is Super Mario World. Hmm. Ja, zeker. Dit is Super Mario's World, Yoshi's Island. Ja, oké. Maar je hebt ook... Maar je hebt ook Yoshi games. Ja. En die zijn crap. Nee joh, die Woolies World en zo. Die zijn hartstikke leuk. Die bollen met dat bolletje vol en shit. World. Weg ermee. Woolly World. Zoiets. Die was echt leuk, man. En dit is toch ook Yoshi? Geef het deze naam, maar dit is duidelijk een Yoshi game. Nee, want dit heeft goede, vette gameplay. Ja, net zoals Woolies World. Nee, ben ik niet mee eens. Deze mag Yoshi. Ik dump je fucking hier in de prullenbak. Ik zou dit zo terugstemmen. Nee, mag niet van mij. Ja, dat mag dus wel, dat is het spelletje. Skate, dat zeggen we ook even, doe even duidelijk. Twee mensen moeten het met jou eens zijn. Er staat nog te veel Mario, dus doe Mario Party maar weg. Dat was niet mijn vraag. Nee, oh, sorry, wat? Mijn vraag is, kan je met me eens zijn? Dat we Yoshi wegdoen? Want dan kunnen daarna Mario Party. Ja, maar het wordt wel steeds vervelender, want dit zijn echt wel... De titels die overblijven, dit zijn coryfeeën. Op dit moment wel, ja. Nu is het Kill Your Darlings. Ik zie dan wel de volgende die gaat vallen. Ja, dat zei je al, Mario Party. Nee, die daarna gaat vallen. Ik zie ineens ook waar we ruzie over gaan krijgen nog, ja. Ja, dat weet ik wel zeker. Daarom zei ik al, ik ga je nog geen pijn doen. Ja, we gaan wel een aantal keer. Dat moment komt wel steeds dichterbij, nou. Ja, Mario Party... spin-off, grappig is, party game, maar niet echt... Ja, leuk voor een avond. Het is leuk, weet je, het is leuk om... Zelfs dat vind ik het eigenlijk niet. Maar dat weet ik, dat heb ik, mijn eerste review was Mario Party. Toen had ik ook meteen ruzie met iedereen. Dus ik weet dat het... Maar ik vind het... Ik snap niet wat mensen hier leuk aan vinden. Ik heb vooral nog nachtmerries aan het feit dat er zoveel fucking Nintendo 64 controllers zijn gesloopt door die minigames die hier... Door dat... Ja, dat soort dingen inderdaad. Walgelijk, want die joystick was al niet al te best. Mm-hmm. Maar nee man, ja, cool. Dit had letterlijk iets anders, andere aankleding dan Nintendo kunnen hebben. En dan was het net zo. Sterker nog, er zijn 100 versies waar het een andere aankleding heeft dan Nintendo. Dat bedoel ik. Mario Party wegwezen, misschien had hij al eerder weggemoeten. Trouwens, nou ja, dan is het voor mij nu kiezen tussen Mario Kart of Smash Bros. En ik denk dat jij... Niet Star Fox dan? Nee, vind ik wel meer een eigen ding. En ik vind die twee ook wel een beetje spin-offs. Maar heeft Star Fox nog steeds bestaansrecht? Zeker wel. Alleen het heeft wel een heruitvinding nodig. Ja, de nieuwe generatie heeft toch helemaal niks met Star Fox? Nou, het moet niet meer een Unreal shooter zijn. Wat ik wil. Ja, nee, zeker. Maar het moet niet meer een Unreal shooter zijn. En ze hebben toen... ik weet niet meer hoe die... Deze hele franchise heeft op een gegeven moment een keertje Limbo gezet. Toen was het de third person shooter. Hadden ze er op een gegeven moment van gemaakt. Ik weet niet meer hoe die heet. Toen hebben ze Zelda game ervan gemaakt. Star Fox Adventures.
Die was hartstikke leuk om te spelen trouwens. Is een paar jaar geleden nog een game uitgekomen. Ik weet nog dat ze op een gegeven moment iets liet. Ja, toch? Ja, zeker weten. Weet je wat? Om dan die twee nog even te laten. Dan schop ik gewoon nu alvast. Want die zit niet in mijn definitieve lijst van drie games die over moeten blijven. Schop ik nu met een klein beetje pijn in mijn hart. Maar ook omdat het eigenlijk al jaren dezelfde game is. En ik echt zeer, maar dan ook echt zeer teleurgesteld ben in de laatste versie daarvan. Ga ik Pokémon eruit stemmen. Doe normaal. Dat kan niet. Dat kan nee, dat heb niet. Ik zojuist gedaan. Je hebt al gehoord. Twee man zeggen kan niet. Ja, maar nee, dit ben was jullie als een van de laatste beurt. Drie? Nu is mijn beurt. Hebben jullie dit gespeeld? Ja. Hebben jullie nee. Dit is letterlijk een nou, in het beste geval een GameCube game die nu uitkomt. Oh nee, sorry. Deze laatste heb ik niet gespeeld. Nee. Maar ik heb zoveel van. Maar je gaat niet een hele franchise afrekenen op de laatste die franchise uitgaan. Is al 100 jaar hetzelfde. Nou, en 100 jaar ijzersterk, dus je moet je mijl houden. Ja, maar dan moeten er toch drie overblijven? Ja, maar doe Kirby dan weg bijvoorbeeld. Ja, nee, nu trap je hem op zijn ziel. Maar... oh. Nee, Kirby gaat ook niet in de laatste drie zitten, maar Pokémon is voor mij ook niet de top drie. Wij keuren het allebei niet goed, dus nou ja, dan heb je gewoon pech. Helaas. Voor mij is het ook geen top drie, maar... Ja, dus dan kan je hem net zo goed meteen nu met mij weg. Nee, want ik vind dat hij nog iets langer moet blijven. Hij moet nog iets langer blijven. Ja. Hij schuurt namelijk wel tegen die top 3 aan. Zeker weten. Okay. Ja, maar ik wilde eigenlijk ook Smash Bros. Mario Kart. Het is te laat nu. Was gedoe. Dan denk ik, ik ga voor Pokémon. Er moet sowieso één Mario bij de laatste drie blijven. Ja, dus ja, tuurlijk, maar dat is toch Super Mario? Trap dan in ieder geval even een Mario. Ja, Mario Kart. Oké, dan Mario Kart. Nee. Jij hebt je kans gehad. En wij hebben het aan de kant geschoven. Mijn volgende is. Ben ik het niet meer eens? Vind ik de allerbeste card game aller tijden. Mag je vinden, maar volgens mij vindt Skate ook die spin-off moet weg. Oh jee. Nee, dan zijn we hier al aan. Dan moet misschien de beat-em-up. Ja, Smash Bros. Ben ik het wel mee. Super Smash Bros. Moet weg. Ik vind dit nog net iets iconischer, Super Mario Kart. Nou, dan mag jij nu. Super Smash Bros. Is voor, die hardcore, die kleine hardcore groep, dedicated vind Super Smash. Vind ik niet kleine groep hoor. Nou, het is een vrij grote groep, maar de Super Mario Kart community is denk ik wat groter en breder. Kijk, dit zijn die Fire Emblem characters, dus dan zie je al gelijk hoe fucking vet het is. Ik moet wel zeggen, ik zit niet meer in deze doelgroep of ik zit niet meer in deze franchise. Ik heb Melee en ook de allereerste, die heb ik echt als een gek gespeeld. Ja, ja. Melee is op de GameCube. Die heb ik echt als een gek gespeeld. Echt honderden en honderden en honderden uren. Iedere dag naar school. Ja, dat waren mijn schoolpauzes. Ja, jongen. Samen met vriendjes gewoon pat op de bank dit spelen. En het was awesome. En mijn broertje en ik speelden nooit heel veel games samen. De voetbalgames speelden we wel eens samen. Maar vooral heel veel Super Smash Bros. Hebben we echt samen gespeeld. Ik ben hier ook gewoon nooit goed in geweest. Daarom heb ik het nooit leuk gevonden, denk ik. Ja, daarom vind ik het nu ook niet meer leuk. Ik word nu door iedereen zijn ass gekikt. Nou, ik heb de laatste keer dat ik het heb gespeeld, dat was nog het laatste tv-seizoen van GameKings. Toen moest ik het tegen iedere GameKing opnemen. Alleen Skate heeft volgens mij van mij gewonnen. Met een gelukje, met Tetris was dat. Mm-hmm. Was dat Tetris? Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet meer. Ja. En Kevin had mij toen uitgedaagd, want hij dacht dat ik geen Nintendo games speelde. Mm. Dus hij denkt, ik neem Super Smash Bros. En ik woepte zijn ass. Zij mochten steeds de tegenstander mocht de game kiezen. Ja, ik mocht hun op hun eigen turf mocht ik ze pakken. En nice. Ik heb zelfs JJ gepakt met FIFA. Nou, dat weet je, die man heeft 3 weken niet geslapen. Ja. Dat weet je. De controles door de lucht, gedoe. Ja, nou oké, als jullie zeggen Super Smash Bros., dan doe ik dat wel met pijn in mijn hart. Ja. Dan wordt het nu wel stil aan... nee, wacht even. Wacht, nu ben ik weer, toch? Nee, ja is het zo? Ja. Jij is Super Smash Brothers. Ja, dan... Maar welke keuze heb jij dan gemaakt, Koos? Die had... Ik zei Super Mario Kart, maar die wilden jullie niet. Ah, die hebben wij overroepen met Super Smash Brothers. Ik durf nu, en dat doet echt pijn in mijn hart, want ik hou ervan. Maar dan mag mijn favoriete roze blob, Kirby, eruit. Ja. Kirby, awesome. Vette muziek vooral, vette soundtracks. Ik moet zeggen, ik ben geen fan van de 3D-games. Deze laatste was echt heel leuk om te spelen. En het is makkelijker dan de Mario's, dus het is ook wat... Ik denk dat het altijd zo geweest is bij Kirby. Kirby voor kids is heel leuk, maar het heeft gewoon wel nog steeds de uitdaging als je dat wil. En dit was gewoon een hele leuke game. Ik heb hier heel veel plezier mee gehad. En ik vind de mechanic al vanaf day one dat je mensen kan opzuigen en daarmee hun special abilities kan pakken. Vind ik gewoon een hele vette bedachte gameplay. Ja, en in die laatste dat je een autootje werd en zo. Dat was weer een leuke evolutie daarop. Maar ik vind dit niet... Dit is gewoon... Vooral omdat het toch iets meer op kids gericht is. Al is dat volgens mij wel de laatste tijd meer zo dan dat het vroeger was. Ik weet niet of het vroeger was. Nee, vroeger was het ook echt gewoon de Insta-platformen voor kids. Oké, nou ja, daardoor zou ik hem dan toch niet als een van de absolute drie klassiekers
benoemen, maar wel gewoon een hele vette platformer. Ik denk dat we allemaal wel van Kirby houden, maar er is de tijd voor komen en er is de tijd voor gaan. En in dit rijtje moet hij gewoon gaan. Wil jij er nog wat over zeggen? Nee. Maar we moeten wel blijven kijken naar de toekomst, hè? Niet alleen maar naar classics. Kirby heeft zeker toekomst, kijken. Dat wel. Ja, die zal altijd blijven. Hetzelfde geldt voor Yoshi en zo. Dat zijn wel die tijdloze characters. Misschien niet altijd even sterk en qua karakter, weet je wel. Maar het is de, ik wil niet zeggen dat het de B-League is, zeg maar, van Nintendo characters. Maar ze zijn middenmoot, zeg maar. Staan op de groepsfoto, staan ze op de achtergrond. Ja. Ja. Ja, toch? Nou, dan zeg ik dit keer wederom Super Mario Kart. Ik zeg gewoon Star Fox. Nee, want dit zijn allemaal op zichzelf staande franchises. En Super Mario Kart is gewoon een spin-off van Super Mario. Dus dan zou ik zeggen, ik vind op eigen benen staande IP's vind ik toch sterker dan een spin-off. Vandaar. Dan doen we Super Mario Kart weer. Ik wil wel met je meegaan, ja. Bam, there we go. Jij bent Skate. Dan is het de Star Fox. Ja, dan worden, ik zat ook net, oh shit, oh ja, je hebt Donkey Kong nog beneden. Die blijft angstvallig buiten schot. Ja, dat gaan we ook zo houden, kan ik je vertellen. Nou, niet voor de top 3, hoor. Ja, echt wel. Ook, wat mij betreft dus ook. Maar okay, niet iedereen is het daarmee eens. Zeker niet. Louis. Zeker niet. Maar jullie hebben het maar te slikken. Star Fox gaat er niet uit. Ja, in dit rijtje, weet je, ja, kan niet anders. Het kan echt letterlijk niet anders. Ik bedoel, daar hadden ze gewoon meer en vooral vettere games moeten uitbrengen. Want de franchise is vet. Maar de kwaliteit van de games vind ik nogal wisselvallig. Nee, dus de karakters en de bijna mythische, misschien wel bijna doordat er zo weinig games uit zijn mythische status. Ja, maar ja. Maar ja, weet je, die anderen hebben nog grotere legendarische status. Dus ja. Nee, ben ik helemaal mee eens. Ja. En ze kunnen het veelal opbekken met een mooie portfolio. Oké, dan wil ik graag het lijstje weer even zien. Want dan kan ik er iets van vinden. Kijk, nu heb ik het gevoel dat het ergens ook een behoorlijk politiek spelletje begint te worden. Want dat klopt. Als je het mij vraagt, is het namelijk Donkey Kong, Zelda en Super Mario. Maar ik voel aan alles dat hier ook wel twee mensen zitten die Metroid er toch zeker wel in willen hebben. Ik zou er in willen hebben, want ik vind het oprecht van alle Nintendo franchises, misschien op The Legend of Zelda na, vind ik het de vetste. Vooral omdat het heel erg schuurt met science fiction. Mm-hmm. Alien is er natuurlijk hevig op gebaseerd. Vooral de actie en de platformer. Is Alien op Metroid? Nee, Metroid is op Alien gebaseerd. Okay. Ja. En vooral de actie en de platform en de puzzels en de backtracking. Vooral letterlijk de allereerste keer alleen al bij die NES game. De muziek, het desolate gevoel, het ontdekken. Dat is in deze game iets geweest wat zo mega vet is. Kill Your Darlings dan, Koos. Ja, jij moet een keuze maken tussen Metroid en Pokémon. Nee, ik moet eerst nog een keuze maken. Ja. Nou, ik wou zeggen, die zou in mijn persoonlijke top 3 staan. Maar als ik dan echt moet zeggen wat ik de grootste 3 Nintendo franchise vind, waar ik aan denk als ik aan Nintendo denk, dan is het voor mij Zelda, Mario en Pokémon. Nee, voor mij niet. Nee, dan ga ik nu Pokémon eruit stemmen. En ik... Dat kan niet! Dat kan heel goed. Dat kan helemaal niet. Ja hoor, kijk maar, dat gebeurt nu. Kijk, er gaat nu een kruis doorheen. Kwak, kwauw. Nou, kwauw. Zelf de regie denkt u van, dit kan niet, jongens. Dit kan niet. Ja, daar is hij. Bam. Ja, dit is toch raar? Wat? Nee, tuurlijk niet. Jawel. Nee, we kijken nog meer uit. Nou, dit zijn jullie vergeten dat letterlijk Jan en Alleman de straat op ging door Pokémon Go? Maar dit is zit hij toch niet voor Jan en Alleman? Dit is onze top 3. Ik ben nooit de straat op gegaan voor Pokémon Go. En ik ben teleurgesteld in de laatste Pokémon. En daarvoor was het altijd heel vet. Ik heb medelijden met jullie dat jullie niet de straat op zijn gegaan voor Pokémon. Hey, hoeveel groot is de anticipation voor de nieuwe Metroid in vergelijking met de nieuwe Pokémon? Kom op, man. Voor mij? Voor de torenhoog, maar ik denk niet voor het publiek. Ja, fuck het publiek. Nou, eens. Laat ze lekker een eigen kruisje zetten op dit bingo kaart. Ja, laat weten in de comments hoe kut je ons vindt. Ja, precies. Wie is dat kan echt niet, kan echt niet. Mag ik weer? Ik heb niks besloten. Dus dan ben ik. Nou, besluit maar. Donkey Kong. Nee. Wegwezen. Ja, nee, nee, zeker weten. Nee, wegwezen. Nee. Donkey Kong Country, Disagree. Country 2, beste platform games aller tijden. En ze maken nog steeds als een van de weinige supergoeie 2D-platformers die ik met heel veel plezier en liefde speel. Het gaat er niet uit. Objection. Ja, objection. Dit is veel te basic.
Het is zo ontzettend basic. Ah, een van de beste platforms. Weet je hoe uitdagend deze game ook is? En hoe heerlijk het is omdat hoe je in een ritme en een tempo zitten. Moet komen. Nee, deze dan moet je lekker Donkey Konga gaan spelen. Die is ook geflopt namelijk. Ja, omdat misschien de peripheral wat kostte. Het is ook zo... Kijk, zelfs Reggie Fils-Aimé had een hekel aan Donkey Konga. Dat heeft hij nu jaren later eindelijk opgegeven. Je hebt Super Nintendo Land en de Universal Parker. Dat is nu Mario. Hoe ziet het tweede deel eruit? Donkey Kong. Dat is gewoon... Nou, het is een grote fout. Nee, het is een grote iconisch is het. En die levels in die mijnkarretjes zijn ook altijd nog zo vet. Donkey Kong Country 2 vind ik een van de vetste games aller tijden sowieso. Country? A little bit country. Country. En nee, ik ben blij dat Skate... Kijk hier, 2.5 ook nog eens, hè? Niet 2D. Nee, het is niet 2D, het is 2.5D dit, joh. Ja. Nee, maar deze games zijn zo heerlijk uitdagend. Deze game heeft nog nooit de transitie naar 3D goed weten te maken. Nee, omdat het nog steeds... Nou, het is wel geprobeerd. Het is totaal mislukt. Ben je bekend met Donkey Kong 64? Totaal mislukt. Ja, en? Nou, dat is een grote smet. Schoenmaker blijft bij je lezen. Dit is nog steeds hartstikke goed. En ik vind dit namelijk ook helemaal niet verouderd als je dit ziet. Want Metroid, is, gewoon een Metroid diepe is game. In 2D vet. Is in 3D fenomenaal. Is in Team Ninja's handen super bijzonder. Team Ninja, ja? Ja, zeker weten. Die heeft Metroid ADM gemaakt op de Wii. Dit blijft. Ik drop nog even Team Ninja om Skate te proberen aan te krijgen. Nee, ik... Jij valt Team Ninja af. Ik ben opgegroeid met Donkey Kong. En Donkey Kong heeft een speciaal plekje in mijn hart. Nou, dan ben je en ik denk dat Nintendo nog steeds in staat kan zijn om hele relevante Donkey Kong games te maken. Ben benieuwd. Tropical Freeze was weer de zoveelste remake. Maar Tropical Freeze was een hele goede game. Ja. Dat doe je alleen maar om recalcitrant te maken. Maak gewoon een nieuwe. Nee, dat is gewoon een Wii U game. Ja, er komt wel weer een nieuwe, joh. Mm-hmm. Ja. Wanneer? Over een jaar of 4. Zo. Ik denk nog wel iets eerder. Nou, jij de franchise skate. Bestaat al 40 jaar, joh. Diddy Kong Racing. Ook goed. In 3D. Maar goed. Die was heel vet, ja. Dat klopt. Die is beter dan Mario Kart. Metroid. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, ik weet het. Doe het gewoon. Ja, The Legend of Zelda staat buiten kijf. En hetzelfde geldt voor Super Mario. Ah, die kunnen niet weg. Nee, absoluut niet. Daar komen nog steeds hele vette games van uit. Nou, sterker nog, de beste in hun genre. Ja. Voor allebei. Ja. Dat geldt niet voor Donkey Kong. Ook niet voor Metroid. Nee. Nou ja, de laatste Metroid was ook wel een hele sterke binnen zijn genre natuurlijk. Die vorig jaar is uitgekomen. True. Ja. Nee, dan Metroid is het toch Dread? Donkey Kong. Nee. Ja. Het is niet de beste nee, in zijn genre. Nee, omdat ik toch... Samus, ja, alles leuk en aardig. Maar she doesn't hold a candle next to Donkey Kong. Dus moet je eens kijken of ze een candle holds. Ja, fucking beam cannon. Dat is waar. En die hips don't lie. Maar... Shit. Snel die beelden weg van die heupen. Metroid gaat, Dread het, was echt gaat amazing. Het onderspit moeten delven ten opzichte van... Ik kan er mee leven. Hij is daarmee op plek 4 gekomen. En ja. Voor mij was het geen top 3. Want mijn top 3 was Zelda, Mario en Pokémon. Dus dan zou Metroid bij mij ook op 4 zijn gekomen. We hebben een top 5. Hè? Met Pokémon en Metroid net buiten die top 3. Ja. Die hebben de gedeelde vierde plaats. Pokémon en Metroid. Ja. Ik kan me niet vinden in jullie Donkey Kong smaak. Dit maar, is mijn top 3. Weet je, het is geven en nemen. Ja. Dus... hebben we hier ons lijstje. En ik denk dat niemand, maar dan ook helemaal niemand... in de comments het hiermee oneens kan zijn. Lijkt me ook niet. Ah, jawel, tuurlijk. Sommigen hebben een zwak voor Pokémon, sommigen voor Metroid. Anderen gaan weer hard op Super Mario Kart. Ik denk dat iedereen inziet dat Animal Crossing niet echt een game is. Dat denk ik wel. Nou, Yui, het was leuk je gekend te hebben. Ja, het is wel jouw carrière is bijna net zo kort als die van Marcella hier. Ja. Nee, Nysera? Nee? Okay. Die was heel nou, goed. Dat zeg al genoeg. Nee, precies. Maar... Wat was het dan? Nice knowing you, inderdaad. Maar nee, ik denk dat we hier wel... Nee, dit is prima. Ja, ik kan hier ook mee leven. Ik vind het een mooi rijtje. En heel eerlijk, ik denk van alle pick your three... Dat dit de beste franchises allemaal bij elkaar zijn op één rijtje. Nintendo heeft... Meest consistent, laat ik het zo zeggen. De allerbeste franchises met de allersterkste characters inderdaad. Ja, helemaal mee eens. Dan was dit Pick Your Three. Laat het hieronder in de comments weten als je het er niet mee eens bent. En anders dan hoor het wel. Ciao.